kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. SZF komt bewoners oostelijke polders tegemoet met apotheek. Olifonst ook goed nieuws voor Surinamers in diaspora. Kenneth Cyrus, nieuwe directeur Stichting Natuurbehoud Suriname. Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden. Functionarissen natuurlijke hulpbronnen belichten Olifonst. En regering voorstander van huursubsidie. De significante olievondst voor de kust van Suriname is ook voor de Surinamers in diaspora goed nieuws. Het ligt in de bedoeling ook deze groep te betrekken bij de ophanden zijnde ontwikkelingen. Arbeidsminister Suharto Mustaja had recentelijk een ontmoeting met Okumele Dens, de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland. Hij wil de Surinaamse Nederlanders verder informeren over de olievondst. Wij hebben niet gewacht op de olievondst. De directeur van Staatsolie zei ook steeds van, het is niet als, maar het is wanneer. Ja. Dus we wisten dat het ergens zou komen. Dus wat hebben wij gedaan vorig jaar? Wij hebben de diaspora gemeenschap geïnformeerd van, kijk, het is geen kwestie van als, het is een kwestie van wanneer. En het kan elk moment geschieden. Maar we gaan niet op het moment wachten, we gaan het alvast voorbereiden. Voor januari 2020. Hadden wij eigenlijk een conferentie gepland op de ambassade, waarbij Staatsolie, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Bank van Suriname zouden laten overkomen om de diaspora gemeenschap te informeren over de stand van zaken en de mogelijkheden die er zijn, waar zij ook eigenlijk mee kunnen doen. En dat hadden we gepland voor januari 2020. En het is prima uitgekomen dat in de eerste 7 dagen van 2020 je eerst had de overname van de Afobakadam en dan had je de oliefonds. En tegen die achtergrond hebben we gezegd van we hadden het ding al gepland, maar we gaan een concretere wending eraan geven. Dus dat hebben we even uitgesteld. We hebben ook een goed gesprek gehad met de directeur van Staatsolie. Er staat nog recht overeind dat ook Staatsolie naar Europa komt. Ja. Ook Staatsolie komt naar Europa, dus de mensen mogen warm blijven. We gaan door met de voorbereidingen in dat kader. Tegen diezelfde achtergrond zullen we, of hebben we een programma om in februari, in het kader van 40 jaar REFO, een activiteit te ontplooien, welke gebaseerd is op Suriname in perspectief. De verworvenheden, de challenges en de mogelijkheden die er zijn. En het gedeelte van de oliefonds zal zeker aan de orde komen. Suriname maakt nuttig gebruik van de door India geboden financiële mogelijkheden. Projectvoorstellen kunnen bij goedkeuring gefinancierd worden uit een grant van $1 miljoen. Het bedrag is deel van de $14 miljoen die tijdens de India CARICOM Summit in 2019 beschikbaar werd gesteld voor CARICOM gemeenschapsontwikkelingsprojecten. Joan Ilahi, de adviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor strategische projecten, gaat hierop in. In haar relatie met het buitenland is India door Suriname geïdentificeerd als een strategische samenwerking ter ondersteuning van de nationale ontwikkelingsprioriteiten. India heeft, in de afspraken met India zijn er concrete mogelijkheden voor onder andere de kredietlijnen en het programma dat wordt genoemd Small Development Assistance Program, ook wel bekend als het schenkingsprogramma voor gemeenschapsontwikkelingsprojecten. Deze programma's hebben uiteraard hun voorwaarden en processen waaraan beide partners zich moeten houden en waarbij het soms inderdaad
langer kan duren dan je eigenlijk wenst om iets tot uitvoering te brengen. Voor wat betreft de kredietlenen die Suriname met India heeft, zijn die op 3 niveaus op dit moment aangeboden. In het kader van onze rechtstreekse bilaterale relaties, waarbij regelmatig vergaderingen plaatsvinden via de Joint Commission Meetings, zijn er 2 kredietlenen lopen. Er zijn ook speciale programma's recentelijk, vorig in 2018, tijdens het staatsbezoek van de president van India, is in het kader van ons lidmaatschap bij de International Solar Alliance hebben wij een kredietlijnprogramma gehad voor elektrificatie van 50 dorpen in het binnenland middels zonne-energie. En recentelijk, tijdens de CARICOM India Summit, is afgesproken dat aan de lidlanden van CARICOM een totaalbedrag van 150 miljoen aan kredietlijnen beschikbaar is gesteld. En voor Suriname is dat in eerste instantie rond de 10 miljoen. Als ik de belangrijke voorwaarden van de kredietlijn kan noemen, onder andere dat 75% van de projectwaarde dat het uit India afkomstig moet zijn, de goederen en diensten. De financieringsvoorwaarden zijn sowieso concessioneel. En daarnaast kan Suriname de project aanvragen, kunnen we ook goed gebruik maken van de technische mogelijkheden en vernuftigheden en nieuwe dingen die India als belangrijke samenwerkingspartner kan bieden. Op dit moment zijn er 4 grote projecten in uitvoering. Een van ze is een EBS-transmissielijnproject ter verbetering van de energiezekerheid en de energieveiligheid. Een ander project is, eigenlijk is het een continuering van een eerdere ontvangen kredietlijn, waarbij de Chetek-helikopters voor een periode van 5 jaar van geserviceerd zullen worden, onderhoud en belangrijk noodzakelijke trainingen. Recentelijk hebben we getekend een project voor de melkcentrale, waarbij het gaat om complete vernieuwing van de melkcentrale en ook om een stukje productdiversificatie gericht op exportmogelijkheden. En heel binnenkort tekenen we het project elektrificatie van 50 dorpen in het binnenland middels een hybride zonne-energiesysteem. Een ander belangrijk programma en dat heel prettig is voor gemeenschapsontwikkeling is de recente afspraak die de CARICOM-leiders met premier Modi hebben gemaakt op 25 september 2019, waarbij is afgesproken dat de lidlanden tot een bedrag van 1 miljoen diverse gemeenschapsontwikkelingsprojecten mogen aanbieden. Na deze afspraak, zijn we op het ministerie direct aan de slag gegaan, na ook ontvangen communicatie van de ambassade van India, waarbij we op basis van de voorwaarden een projectprofiel hebben ontwikkeld en direct communicatie hebben gevoerd met potentiële stakeholders. Een andere belangrijke voorwaarde is, het project moet gepresenteerd worden, zodat men kan nagaan. Streeft het inderdaad dat doel van gemeenschapsontwikkeling, waarbij een aanvraag ondersteund dient te worden met offertes. En een andere belangrijke voorwaarde is dat je per project dat het bedrag moet liggen tussen de 40.000 en $70.000. En een andere voorwaarde is ook van belang dat de financiering is gefaseerd. Dus wanneer het project is ingediend, dan wordt het door de Indiase autoriteiten in behandeling genomen. En als er goedkeuring is verkregen, dan krijgt de aanvrager 50%. Nadat het project is voltooid, komt 45%. En nadat het project 1 maand in operatie is, komt de 5%. Het ministerie doet deze voorbereidingen in samenspraak met de stakeholders. Dus de projectaanvragers. En zodra de aanvragen binnen zijn, worden die gecommuniceerd naar de ambassade van India hier te landen. En uiteraard ook met onze ambassade van Suriname in India. Zoals ik al eerder zei, we zijn in continu overleg met de stakeholders om ervoor te zorgen dat de projectaanvragen voldoen aan de door India gestelde voorwaarden.
De regering is voorstander van een vorm van huursubsidie als steun voor lage inkomensgroepen. Dit liet minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting weten tijdens de behandeling van de ontwerpwet huur en verhuur van woonruimte en instelling huurcommissie. De bewindsman gaf ook te kennen dat het Affordable Housing Project, meer bekend als LISP 3, eind maart 2020 van start gaat. Ik heb u, de woordvoerder van de initiatiefnemers, lid Simons, gehoord in haar beantwoording. Ik heb de verschillende leden gehoord en laat me zeggen dat de regering inderdaad van oordeel is en onderstreept dat gelet op de stand van zaken van de ontwikkeling in ons land dat je een of andere vorm van huursubsidie moet hebben om de lagere groepen, om die mensen inderdaad te ondersteunen. En in het verleden is er huursubsidie geweest, alleen is het wat ik ben komen aantreffen op het ministerie. Het was ad hocerig in die zin dat je niet echt een structuur had, niet fundamenteel aangepakt, nog voorzitter. Mensen hebben in het verleden bedragen gehad, huursubsidie gehad, voorzitter. Mensen hebben ook bouwsubsidie gehad. Maar wij zijn van oordeel dat je dit fundamenteel moet aanpakken en dat betekent dus dat je tot in de begroting dat moet regelen wanneer wij bij de behandeling van de begroting van dit dienstjaar, voorzitter, bij uw parlement komen om de middelen te vragen, dan gaan we ervan uit dat uw parlement niet zal schromen en niet zal aarzelen om ons in de gelegenheid te stellen om op een fundamentele manier, voorzitter, de faciliteiten te creëren om huursubsidie te geven. Maar nadenkend over huursubsidie is het goed dat wij meenemen. En misschien zouden de initiatiefnemers ook bij wet reeds, en ik zeg dit om te benadrukken hoe erg ik sta, hoe serieus ik sta achter de kwestie van huursubsidie. Als we daarover nadenken, dan is het goed dat we meenemen dat je subjectsubsidie kan geven. En dan moet u dan denken in termen van fiscale voordelen. Bijvoorbeeld iemand die 2000 SRD verdient en op een gegeven moment een huur moet betalen van 1000 SRD. Dan begrijpt dat die persoon in problemen kan komen. Maar dan kan die overheid zeggen, luister nou, u komt in problemen. Maar wij gaan ervoor zorgen dat u in de fiscale sfeer een korting krijgt, dat u in plaats van een x-bedrag dat u zou betalen aan belasting, dat u 50% daarvan betaalt. Ja, dat is dan een directe subsidie aan de persoon. Dingen als heffingskortingen, we zijn bekend met die dingen. Maar je kan ook zeggen, ik geef objectsubsidie en dan moet u denken bijvoorbeeld aan een faciliteit die de overheid creëert voor ondernemers, mensen die bouwen, waarbij de overheid zegt, als u bouwt, ondernemer, en u bent bereid om uw huis te huren voor de lagere inkomensklasse, dan geef ik u een subsidie. Ja, in die termen. En het denken en de discussie op het ministerie is vergevorderd. Ik heb al aangegeven dat wij bij de begrotingsbehandeling van dit dienstjaar, voorzitter, concreet zullen komen bij uw college om deze zaak fundamenteel af te handelen. Maar het kan zijn dat we nu reeds in de wet iets daarover zeggen, voorzitter. Directoraat Volkshuisvesting is bezig te kijken naar deze zaak. Voorzitter, ik heb al aangegeven dat we twee belangrijke wetten hebben aangenomen. Woningbouwfonds en garantiefonds. De Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU, is een natuurbeschermingsorganisatie. Dit instituut heeft sinds kort een nieuwe directeur in de persoon van Kenneth Cyrus.
Op dinsdag 14 januari 2019 werd het contract tussen minister Lekram Soedjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en de nieuwbakken directeur getekend. Hoe kwam het nieuws bij u aan toen u hoorde dat u wordt aangesteld als directeur van Stinazu? Nou, natuurlijk in de kant denk je van, zou ik wel kunnen. Want je bent al zo lang in, zeg maar, in toerismerecreatie. En heel veel werk heeft verzet. Maar natuurlijk, het is een hele job. Het is niet zomaar eventjes een job uitvoeren. Ik heb over moeten nadenken van... Wil ik dit wel? Ja, ik wil dit wel. En ik weet dat Stinazu is misschien het moeilijkste wat ik gekozen heb. Waarop ik ja zeg. Maar aan de andere kant, ik ben niet alleen. Er is een team. Er zijn meerdere mensen waar je mee moet samenwerken. Er zijn ministerie, minister, directeur. Er zijn anderen waar je mee moet samenwerken. Alleen kan je het niet. We gaan het echt samen moeten gaan doen. Met die hele branche mee apart. Nou, ik denk de eerste stap is namelijk het personeel kennis meemaken. Kennis kijken wat namelijk, hoe het intern eruit ziet. Daarnaast natuurlijk de sites sowieso een heel overzicht krijgen. Dat is heel belangrijk. Hoe zien de sites eruit? De accommodaties waar de mensen gaan slapen, waar men gaat recreëren. En daarvan een overal plan van maken. Om te beginnen bij die aanpak natuurlijk. Maar zijn er wat prioriteiten die u stelt? Zo uit de vrije vuist? Wat ik zo gehoord heb, is Bronsberg toch prioriteit. Maar ik denk dat het allemaal prioriteit is. Want bijvoorbeeld een Babu Santi bij Galibi is niet in bedrijf. Is gesloten. Ik denk, iets wat gesloten is, heeft heel veel prioriteit. Maar natuurlijk, dat wat al loopt, zoals Bronsberg en Rallyvallen, die twee, ik denk dat die het meeste prioriteit hebben. Ik denk het wel. Het behoud van onze gebieden. Heel belangrijk dat ze goed worden onderhouden, goed worden beheerd, goed worden gecoördineerd. En ga maar zo door. Dat we gebieden krijgen die als vanouds weer vol met leven is. Dieren die je kan zien, vruchten die je kan plukken. Ga maar zo door. Functionarissen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen belichten in het programma Kennisgeving de recente oliefonds door Apache Corporation en Total SA voor de kust van Suriname. NH-directeur Dave Abeleven en Clyde Griffith, projectmanager van het Delfstoffen Instituut Suriname, geven het belang en de verwachte ontwikkelingen aan. Wij brengen u een fragment uit het gesprek. Toen de eerste berichten binnenkwamen, officieel, ja, het was... In een aan blijdschap, we wisten ook op dat moment moest onze minister ook in een persconferentie zijn en daarvoor ook in een gesprek bij de president. Dus we konden niet wachten dat hij op het ministerie kwam om meer details te vernemen over de fonds. Maar ja, gelukkig hebben we ook zoiets als app, hè? WhatsApp. Dus zo werden we, zeker als leiding, werden we ook op de hoogte gesteld en konden we ook wat delen met de andere medewerkers. Maar het was een en al blijdschap. Oké. Okay. Ik stel me zo voor dat vanaf die dag, 7 januari, dat er wat veranderd is op het ministerie qua beleid. Waarschijnlijk zijn de ogen nu echt gericht op de oliefonds. Hoe staat het daarmee? Nou, ja, kijk, uiteraard. Het betekent er zijn dingen gaan veranderen. Zoals ook is gezegd, tijdens de persconferentie vanaf 7 januari is Suriname niet meer... Hetzelfde als daarvoor. Uiteraard, het ministerie heeft drie beleidsgebieden waar we op ons moeten focussen. Water, energie en mijnbouw. Dus je begrijpt uiteraard, die andere beleidsgebieden moeten ook nog altijd evenveel aandacht krijgen. Maar zeker vanaf 7 januari zijn er wat zowel interne besprekingen, discussies geweest, maar ook met Staatsolie. Overleg gevoerd over inderdaad de voortgang van dit alles.
van wat er allemaal komt, wat gaat gebeuren. En dan natuurlijk ook kijken naar het stukje van bijvoorbeeld de institutionalisering van onder andere het gedeelte dat zich bezighoudt met de contracts binnen staatsolie. Dus daarover wordt er uiteraard gesproken en gekeken waar op de beste manier invulling aan gegeven kan worden. We komen straks bij u terug, heer Abeleven. In dit programma, of in deze aflevering van kennisgeving, willen we dat van de oliefonds een beetje technisch benaderen. Want er zijn een heleboel vragen. Heer Griffith, ik kijk naar u. Maar ook op het stuk van beleid, waar we straks op terugkomen. Maar om even de technische kant te benaderen. Kunt u ons misschien in het kort, kunt u het proces voor ons beschrijven van de oliefonds? Hoe gaat dat allemaal te werk? Oké, dankjewel voor dit vraaggesprek. Om eigenlijk te komen om een put te boren, dat is iets per die vraag, hè? Ja. Om te komen om een put te boren zijn er heel veel die vooraf gebeurt. Het begint allemaal met studies. Het begint met de interesse om in een bepaald gebied te komen, in dit geval Suriname. Een bedrijf heeft geld en hij wil kijken waar hij zijn geld kan investeren. En in deze fase, zoals in Guyana, er zoveel ontdekkingen zijn gedaan, niet alleen ontdekkingen, maar eigenlijk commerciële ontdekkingen zijn gedaan, is het van belang om te weten waar je geld gaat investeren. En dan kom je in het land, je gaat kijken wat is het meest interessant gebied. En je gaat dan onderhandelen met staatsolie. Er zijn verschillende manieren hoe dat gebeurt. In het verleden hebben we direct negotiations gehad, waarbij bedrijven direct in huis kunnen komen eigenlijk om te onderhandelen. Maar er zijn ook bidrondes die er vooraf gaan, waarbij er een bepaald gebied wordt gepresenteerd en dan mogen bedrijven daar reageren. En uiteindelijk kan een bedrijf zeggen, luister, ik heb interesse in dit gebied. En na een bepaalde selectieprocedure, due diligence van het bedrijf, dan wordt er dan eigenlijk gestart met onderhandelingen. Eigenlijk wat je onderhandelt is een productiedelingsovereenkomst. Wat we zeggen, die olie is altijd van Suriname. En we geven andere bedrijven, in dit geval buitenlandse bedrijven, de gelegenheid om die olie met ons te delen. Weliswaar zijn er voorzieningen daarin opgenomen, dat je een aantal fases hebt, de exploratiefase, de productiefase en alvorens de productiefase, de ontwikkelingsfase. En in de exploratiefase gaat het erom dat dat bedrijf met zijn eigen kapitaal, met zijn eigen resources en manpower exploratiewerkzaamheden gaan uitvoeren. En een van die, we noemen dat ook met een mooi woord, een werkprogramma. En daaronder kan ook vallen het boren van een put. Als men dan het punt heeft bereikt van waarbij men content is en risico in kaart hebben gebracht. Niet alleen voor het vinden van die olie, maar ook milieutechnisch. Dat die put gaat boren op een heel milieuverantwoorde manier, maar ook waarbij het geen gevaar vormt voor mens en milieu. En natuurlijk rekening houden met alle aspecten die daarbij betrokken zijn. Dan kan zo'n bedrijf dan over het besluit komen om het put te boren. Nou is onze kust verdeeld in een aantal blokken. In dit geval zijn we gelukkig gemaakt met blok 58. Maar er zijn een aantal blokken. Betekent het, en als leek vraag ik me zo af, betekent het dat omdat er blokken zijn, dat er daar ook olie te vinden is? In principe, die blokken zijn er omdat dat op dat moment de manier is hoe de gebieden werden gedelineerd. Okay. Maar zover ik dat weet en zover je ook mag lezen en bekend is, is het heel offshore gebied interessant. Kijk maar naar het feit dat, dat bijna 80% van het offshore gebied onder contract is. Dat betekent dat bedrijven potentie zien, maar ook Suriname, dus wij zien ook potentie in het hele offshore gebied, anders zou je niet het offshore gebied presenteren. Mm-hmm. Weet je, dus dat is al een heel goed signaal. Vanuit het westen natuurlijk, Guyana, daar is het een heel mooi gebied. Iedereen wil
vrienden zijn van, mm-hmm. van het gebied. Iedereen, we zeggen mooi wat iedereen wil, weet je, bevriend zijn op Lisa. Dat was de eerste discovery, commerciële discovery. Maar daarnaast zijn er ook andere indicaties dat, waar andere gebieden ook interessant zijn. Volksgezondheid is een van de grote pijlers van ontwikkeling. Met dit gegeven in gedachten heeft de Stichting Staatsziekenfonds, SZF, op woensdag 15 januari 2020 haar tweede apotheek geopend in het district Nikeri en wel in de oostelijke polder. De eerste apotheek werd op 1 juni 2011 geopend in Nieuw-Nikeri. Bewoners van de oostelijke polders kunnen nu dicht bij huis medicamenten halen. Vandaag openen wij de tweede apotheek in het district Nikeri. In het bijzonder voor de gemeenschap van de Oostelijke Polder. Ik ben enorm trots om deze dag mee te maken, omdat ik zelf geboren en getogen ben van deze buurt. Ik wil de minister van Volksgezondheid, de heer Antoine Elias, en de algemeen directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, de heer Rick Kromodihardjo, bedanken voor hun inzet voor het tot stand brengen van deze apotheek. Het is mijn voorrecht als hoofd van het SZF Kanto Nikeri te samen met mijn medewerkers van de Nikeriaanse gemeenschap te feliciteren met dit heugelijk feit. Nikerianen, gefeliciteerd en blijft u vertrouwen hebben in onze diensten. Zonder uw ondersteuning zou dit vandaag niet mogelijk zijn. Kijk naar de kosten die mensen moeten maken om op en neer te gaan, helemaal nieuw keer, 10 kilometer verderop. Ja, dan kan je eens voorstellen dat het van visie getuigt om zorg te brengen dichter bij de samenleving. Dat is wat wij hier doen. We hebben ervoor gezorgd, namelijk met de minister, om die zorg te brengen naar de mensen hier met hun eigen woonomgeving. Om makkelijker access te hebben. Om makkelijkere toegang te hebben tot die medicamenten wanneer je het nodig hebt. En dat nogmaals getuigt namelijk van een visie die geïnitieerd wordt door de regering Bouterse. Vandaag staan we hier voor de zoveelste ontwikkeling die de regering Bouterse adien brengt naar het volk. Wees u daarvoor dankbaar dat er ontwikkeling is. En als ik zo kijk naar de minister en de directeur van SZF, dan is Shifa de mij bloos. Omdat wanneer er ontwikkeling komt, dan kunnen zij ook zeggen, de man dat ik kan nak tapi borsu, taki udueya. Want als ik nu hier sta, sta ik als Wageninger, maar Nikeriaan. Wij mochten ook lachen in december, Wageningen mocht ook lachen in december, dat wij daar onze eigen SZF-kantoor en biologie-kantoor hebben gehad, dankzij de minister en de directeur van SZF. Ik wil de bewoners van Hampton Court nogmaals feliciteren. Het is niet de bedoeling dat u gebruik maakt, maar de service is hier voor u. Koestert u het gebouw, de directeur heeft het aangehaald, het is uw gebouw. Het is niet van de staat, het is, u bent de staat, want u betaalt belastingen. MMC wil ik zeggen, laat het geen symbolische prikpunt zijn, maar laat het een prikpunt zijn dat heel goed functioneert, dat de diensten verleent aan de gemeenschap,
zodat de gemeenschap ook daar tevreden is en dat de omgeving ook gebruik kan maken indien ze labverrichtingen hebben om dat ook te doen. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.